is vandaag op bezoek bij kinderdagverblijf Pinocchio in Noordwijk en loopt een dagje mee met Lijster Katiche. Is het een beetje te doen? Ja, nou, het zijn wel altijd veel kindjes, maar het is hartstikke leuk. Dus ja, ik vind het goed te doen. Word niet gillend gek? Nee hoor, nee. Jij misschien wel als je het niet gewend bent. En dan blijkt al snel dat een diepte-interview op deze locatie niet mogelijk is. Om 9:30 gaan we ontbijten, om 9:30 schone luiers, om 10:00 fruit. Ik ga even vertellen, goed? We slaan het gehele interview maar even over, want het werk als crèchelijster betekent vooral niet lullen, maar poetsen. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik heb geen flauw idee hoe je hier van een dinosaurus kan maken. Wat moet ik doen als hij na één hapbal niet meer wil? Hij moet plassen, geloof ik. Oh, ik heb de luier aan. Of er een eierstok aan het rammelen. Of kan dat niet? Dag! Ik kan er het beste tegen je aanhouden. Oké, dat als ze dan overgeeft dat ze het wel over mijn shirt heen wikkelt. Ja, inderdaad. Jij houdt echt van je werk? Ja, ik vind het echt leuk. Ik ben al bijna overspannen, geloof ik. En om Justin helemaal een burn-out te bezorgen, mag hij met een groepje peuters gaan vingerverven. Dat wordt mooi daar, een groene deurtje. En wonder boven wonder, dit gaat hem heel goed af. Kunnen haar nog wel een beetje helpen aan deze kant? Totaal onder controle hier. Ik kom even met koffiepauze, denk ik. Nou, hier heb je nooit pauze. Op het moment dat jij weg bent... Dan gaat het mis. Hé, niet duwen. Even wachten nog, jongens. Oké, ga je even je handjes wassen? Schoonmaken. Ga je dat goed maken? Klaar, kom maar. Bij de rug ervan, joh. Ja, dit valt tegen, ja. En dan mogen ze eindelijk naar bed. Slaap lekker. Zo, licht je uit. Ik heb respect voor de leidster. Ik zou het niet kunnen opbrengen, hoor, dit de hele week. Ik begrijp ook heel goed dat ze een eigen dag hebben. En ik ga even, toch even een klein tukkie maken.